waarderen als je me correct zou citeren. Want ik heb nooit gezegd dat Nederland een racistisch land is. Nee, ik heb gezegd dat Nederland een door racistisch land is. En wat bedoel ik daarmee? Daarmee bedoel ik het volgende. Al sinds 1986 weten wij, uitgebreid onderzocht, uitgebreid gedocumenteerd, dat er een hardnekkige structurele discriminatie is op de arbeidsmarkt. Rapport na rapport, onderzoek na onderzoek, je hebt 20-40% met de kans om überhaupt uitgenodigd te worden op sollicitatiegesprek. Op basis van je achternaam, hè, dat is bijvoorbeeld aan hier voor dezelfde kleur. We weten al helemaal dat politierechters in het land verdachten met een quote-unquote niet-Nederlands uiterlijk veel zwaarder straffen. Het is allemaal uitgebreid onderzocht en gedocumenteerd. Minister Wijnen heeft een uitgebreide studie gedaan naar schoolboeken in het land. Sinds 1980 tot en met vandaag de dag, ze heeft al die schoolboeken onderzocht. En haar conclusies zijn niet nonsens, beste mensen. In het onderwijs worden de meest algemene stereotyperingen over mensen van kleur gereproduceerd. Ontkenning van onze eigen Nederlandse geschiedenis ten aanzien van slavernij, kolonialisme, cijpelt door in ons onderwijs. Je hoeft mij niet te geloven, het is allemaal nogmaals uitgebreid onderzocht en gedocumenteerd. Dat brengt mij op het volgende. En excuses, ik heb geen speech opgeschreven vandaag, ik doe hem deze uit de losse pols. Ook alvast een waarschuwing, ik kan af en toe de stem ophogen en boos worden, niet bang zijn. Dat brengt mij op het volgende. Hoe komt het dat wij in het tijdperk van zogenaamd benoemen, waarin onder het mom van benoemen al minimaal 15 jaar mensen van kleur in zowel discours als beleid complete grond in worden gevat? In het politieke discours, in het intellectuele klimaat, gaat het, maar nee, we moeten benoemen. We moeten, ja, die Marokkanen zijn wel criminelen. Kijk maar naar cijfers. Kijk maar naar cijfers. Ondertussen weten we tot 2006 en daar zijn ze gestopt met de geloofmeter dat als je die cijfers corrigeert naar klasse, naar inkomen, wat zien we dan? Het heeft allemaal eens met afkomst te maken. Als je armer bent, ben je geneigd meer blauwe woordencriminaliteit te doen, een handtasje te stelen. In de krant lezen we nooit, en onder het mond van benoemen, witte mannen stelen pensioenen. Pensioenvrouwen. Wow! Als je dat probeert te doen, dan ben je radicaal. Dan ben je moeilijk aan het doen. Een ander voorbeeld. Vorig jaar is het Maurishuis in Den Haag gerenoveerd. Het ziet er prachtig uit, misschien daar hebben sommigen van jullie het gezien. Het Maurishuis is gebouwd door prins Johan Maurits van Nassau, achterneef van Willem van Oranje, die ja, onder salaris van de BBC in Pernambuco, Brazilië, slavenplantages onderhield en uitbreiden die slaven voor te veroveren op de Portugezen in West-Afrika. Er is onderwijsmateriaal ook voor het Maurishuis voor kinderen, hè? Allemaal verspreid. Ik heb het allemaal doorgelezen, ik heb het geschreven. Geen één woord over waar het geld vandaan komt, omdat het Maurishuis te bouwen. Ik benoem dat en ik word van rotte vis uitgemaakt door onder andere een bekende hoogleraar die we nou even niet gaan noemen, hè? Die alleen maar doorhemmert als je maar goed, dus ja, ik zeg laten we noemen. En wat, als we dat gaan doen, wat zien we dan? Wij zien hier een hele grote groep aan moedige mensen die persoonlijke offers hebben gebracht in al die jaren om te benoemen. Onder andere te benoemen. En die persoonlijke offers zijn niet van niks geweest. In de afgelopen 2 jaar is in Nederland met de billen bloot gegaan. Met die zwarte discussie. Niet alleen zogenaamde poppies, maar gewoon academici die gewoon, nee, zwarte Piet is geen blackface, nee, dat is wat anders. Nederland is nogmaals met de billen bloot gegaan, met de langlendigheid van het intellectuele, academische, politieke klimaat gezien. Ik ga ook kritiek uit op onze klein wezen, daarom ben ik ook fel tegen de vervolgen van meningen. Ik ben heel blij met iemand als Wilders. Ik ben heel blij met al die mensen die op Facebook, op social media hun onderbuik ventileren. He, op social media zeg je wat je meteen denkt. En dan zien we inderdaad, he, als je in een volkswijk bent opgroeid zoals ik, weet je dat je klein bent, he, dat zijn geen nieuwe dingen voor ons. Maar als je die mensen de mond gaat snoeren, dan ga je het weer onder voorbij vegen. We hebben vroeger Jan gevolgd,
Heeft dat minder dan 6 per 2 gebracht? Nee. Zoals Malcolm X zei, ik heb liever een wolf voor mijn neus dan een vos. Een wolf zegt mij tenminste in mijn gezicht wat hij ervan denkt. Dan kan ik mee aan de slag, dan kan ik mee in debat, dan kan ik de strijd aangaan. Dus ophouden met meningen volgen. Waar zijn de aangiftes tegen die politieleggers? Waar zijn de aangiftes tegen al die stagebedrijven die discrimineren? Waar zijn de aangiftes tegen gemeentes die postcodewetten invoeren in dit land? Op basis van postcodewetten blijven witte scholen, witte zwarte scholen, zwart. Dat is indirecte apartheid. Dat zijn racistische daden, geen mening. Daar zijn geen aangiftes tegen. Dus dat is ook een punt van kritiek die ik heb op ons. Nou, en als laatste nog, ik wil niet te lang doorgaan. Heel belangrijk. Woorden. Termen. Simpel voorbeeld. Tegenwoordig ben je flexibel als je niet meer weet of je morgen nog een baan hebt. Tegenwoordig hebben we geen zieken meer in Nederland. Nee, we hebben zorgconsumenten. Komt ook wel terug. Die woorden, die nieuwe woorden die ons worden opgelegd, die we eigenlijk wel klakkeloos overnemen. We hebben ook in de afgelopen 2 jaar iets anders gezien in Nederland. In Nederland zijn 2 dingen heilig. Dat hebben we gezien. 1. Zwarte Piet. 2. Het N-woord. Daar mag je niet antwoorden in het land. Zorg, onderwijs, pensioen, pak maar af, geen probleem. Ik ben een boezemvrouw aan het kijken. Dat hoeft nog een probleem. Maar Zwarte Piet, als je daar aan komt, gaan we het Malisland doen. Dan gaan we protesteren, dan gaan we mensen bedreigen, dan gaan we Jerry en anderen in elkaar slaan en arresteren. Wat is het voor een land? En daarom, nogmaals, daarom zijn wij hier, want wij houden van het land. Kritiek is de grootste vorm van liefde. Sterker nog, ik durf te zeggen dat wij eigenlijk de grootste Nederlandse nationalisten zijn. Je broer, je zus, je neef, wie dan ook. En je ziet hem of haar iets slechts doen. Dan ga je zeggen, gaat ze ook wel prima. Nee, dan trek je bij de armen, dan ga je kritiek uit. Kritiek is liefde. Ik wil nog met 1 allerlaatste punt eindigen. En dat gaat over tolerantie. Dat wordt zo een aantal keren gevallen hier. Ik wil niet een saai historisch verhaal houden. Maar beste mensen, verrast u, weg met tolerantie. Besluiten om mij niet meer te tolereren, heb ik een probleem met jullie. Tolerantie staat haaks op gelijkheid. Het is een hiërarchisch concept, het is een object concept. Het werkt niet in 2015. Daarom wil ik eindigen, beste mensen. Ik wil niet getolereerd worden in mijn eigen land. Ik wil volledige gelijkheid. Dank u wel.